Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Vandaag nog geregeld buien over Nederland, maar vooral in de ochtenduren ook wel zon. In de middag zagen we het langzaam wat dicht slippen bewolking boven Nederland heeft de overhand. Er zit nog wel wat gaten in het wolkendek en ons weer komt vanuit het westen onze kant op. En Dat betekent dat er meer bewolking aan zit te komen, hoewel dat allemaal niet heel erg snel gaat in de bewolking die eh, dichtbij komt. Ook niet het alleractiefst zal zijn. Voor vanavond betekent het dat de buigheid in het binnenland wel zal afnemen en geleidelijk gaat verdwijnen. Langs de kust, met name in het zuidwesten, blijft nog wel wat neerslag mogelijk, met temperaturen die dalen naar een graad of drie. En vannacht naar rond het vriespunt in het oosten van het land. Misschien net daaronder. Daar komen ook nog wel wat opklaringen voor. In het westen zal de bewolking overheersen. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Ook morgen hebben we in het westen vrij veel bewolking. Misschien dat er ook wat lichte neerslag valt. En de kans daarop is het grootst in Zeeland. En Zuid-Holland, misschien ook West-Brabant. Het lage drukgebied wat daarvoor verantwoordelijk is... trekt over Frankrijk verder naar het zuidoosten. En neemt geleidelijk in betekenis af. betekent voor ons dus inderdaad de bewolking... en wat lichte neerslag in het zuidwesten. En... Tegelijkertijd ook nog wel wat zonneschijn in het noordoosten van het land. Temperaturen tussen de 5 en 8 graden. Die temperatuur gaat wat omhoog, komen rond de 10 graden uit. Donderdag geleidelijk aan wat meer ruimte voor de zon, zeker in de middag. En vrijdag en zaterdag ook overwegend droog weer, met van tijd tot tijd de zon. Nou, die temperatuur blijft de dagen daarna redelijk stabiel. Een hoge drukgebied in onze omgeving. Temperaturen overdag rond de 10 graden. In de nacht rond het vriespunt. En het ziet er wat dat betreft voorlopig heel stabiel uit. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.